Dag, welkom bij de vierde aflevering van Bouw in Beeld. Elke eerste vrijdag van de maand praten wij u bij over de bouw van de Sluiskeeltunnel. Met ook deze maand onze volgende rubrieken. De werkzaamheden, achter de slagboom, blij dat ik rij. We hebben ook weer een vraag van de maand, maar eerst maken we kennis met de medewerker van de maand. Om bij de boor te komen moeten we de tunnel in die inmiddels al zo'n kilometer gevorderd is. En dus liften we even mee met de kar die de betonelementen vervoert. En wie gaan we daar ontmoeten? Rogier Berlijn, toezichthouder op de TBM bij Sluiskeel. Wat houdt dat toezichthouden dan precies in? Wat wij hier doen is het boorproces in de gaten houden. Dat klinkt simpeler dan het is. Allereerst betekent het dat hij controleert of de betonelementen in goede staat zijn als ze arriveren. Waar let hij op? Voor eventuele schades aan segmenten houden we allemaal bij via programma's op de computer. En tijdens de ringbouw houden we ook alles in de gaten. Ook om te kijken of dat er de werkzaamheden op een goede manier gebeuren. Die ringbouw gebeurt regelmatig. Telkens als er 2 meter geboord is, wordt er een ring gebouwd. En zo'n cirkel bestaat uit 8 stukken. Wat voor ervaring heeft Rogier hier eigenlijk mee? Hij werkt hiervoor op de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, ook in de tunnel. Ook een TBM, dus daar heb ik mijn ervaring op gedaan. Dat klinkt goed. En vind je het werk nog steeds leuk? Ja, het is leuk werk. Het zijn wel lange dagen. Het is 12 uur per dag. Veel in de weekenden en veel s'nachts. We werken hier met 4 jongens, vaste ploeg van 4 jongens en afwisselend ieder 12 uur per dag. En ongeveer 3 dagen achter elkaar. Ja, regelmatig weekenden, dat hoort er ook bij. En dan nu even kijken hoe dat gaat, zo'n ring bouwen. Hoe ver zijn we nu, Rogier? Deze ring is nu klaar. De luisteren zit erin. Dan op naar de volgende. Toch? Of wat gaat er nu gebeuren? Na de ringbouw hebben we ongeveer een kwartier dat we om gaan zetten van ringbouw naar boren. Dat is mooi. En ik moet weer terug naar de studio. Daar ben ik weer. Net op tijd om u te vertellen wat er deze maand allemaal gebeurd is. En dat is nogal wat. De put in Schacht West is onder water gezet. De tunnelboor is daar aangekomen en de nieuwe weg is aangesloten op het bestaande wegennet. De put wordt onder water gezet omdat het beter is de boor onder water te laten aankomen. Dat gebeurt door een lange slang aan te leggen van het kanaal naar de put. En dan moet er een team aan de slag om er een krachtige pomp tussen te zetten. En dan kan het pompen beginnen. Als de put vol is, is het wachten tot de boor aankomt. Dat is precisiewerk. Meer dan een kilometer ondergronds boren en dan op de millimeter nauwkeurig uitkomen. Ik geef het je te doen. Projectleider Wim van der Linden neemt vast een voorschotje op de kwaliteiten van het team. Dit is echt vakwerk. Dat zijn professionals, een team van professionals. En als team ben je er met z'n allen mee bezig. Het is ook een prestatie van een team en dat is het mooie van dit werk. We zullen het zo weten. Hoe goed is dit team? Heeft Wim gelijk? Ja hoor, daar zie ik de boor al. En daar valt wat beton? Wat zien we nu precies?
Dichtblok is een lage sterkte beton, daar moet je doorheen boren en dat brokkelt dan op een gegeven moment af. En we zagen nu de laatste stukken dat die afbrokkelde en daar ben je eigenlijk met de machine bedden doorheen. Betekent dit dat het boren van de eerste tunnelbuis nu is afgerond? Maar niet helemaal, er moeten nog een paar ringen gebouwd worden. De machine komt dan ook verder naar voren, maar komt dan ook in zijn demontagepositie. En dan kan die gedemonteerd worden en getransporteerd worden naar de andere kant. En omdat het zo leuk is om complimenten te geven en te krijgen, nog één keer. Hoe moeilijk was dit? En dat is ook vakmanschap van de mensen die daarmee bezig zijn. Wat dat betreft een groot compliment voor onze aannemer. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Er is nog veel te doen in de put. Maar voordat het demonteren kan beginnen, moet de put niet worden leeggepompt? Ah, daar zijn ze inmiddels al mee bezig. Nu je weer in de put kunt staan zonder natte voeten te krijgen, kunnen de werkzaamheden verder gaan. Volgende maand zien we hoe de boorkop uit de put wordt gehaald. Er is nog meer gebeurd in mei. Ook het nieuwe wegennet is eind mei aangesloten op het bestaande wegennet. Op tijd. En ook dat is een hele prestatie. En nu is het wachten op de tunnel. En dat vinden ook alle wachtenden achter de slagboom bij de Sluiskeelbrug. Het kan hun niet snel genoeg gaan. Wie is er deze maand weer veel kostbare tijd kwijtgeraakt aan langdurig wachten? Ook deze maand kozen we een willekeurige doordeweekse dag. En ja hoor, opnieuw hoefden we niet lang te wachten voordat de brug openging en iedereen weer een kwartiertje moest wachten. En de eerste vraag die dan bij ons opkomt is: waar komt u vandaan en waar wilt u naartoe? Ik kom uit Brabant en ik rijd nu naar Middelburg. Wij komen uit Gent en we moeten naar Zierikzee toe. Ik moet naar Henkensand en ik kom uit de Neuf. Ik kom van Roosendaal en ik ga naar Bergen op Zoom. En naar huis toe, ik kom van mijn werk. Toch zou je kunnen denken dat zo'n kwartiertje een mooi moment is om bij te komen, boterhammetjes eten, dingen te doen waar je maar niet aan toe kwam. Dus de vraag is, wat doet u zoal in zo'n wachtrij? Niet veel. Ja, een beetje rondkijken. Naar de radio luisteren. Naar de radio luisteren of op de dingen op de telefoon een beetje een spelletje dat je over afhakt. Gewoon relax. Dan nu nog even een moeilijke vraag. Hoe moet de Sluiskeeltunnel er volgens u uit komen te zien in vergelijking met bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel? Dan zou wat mij betreft wel meer verlichting mogen ingericht worden. Nee, maar voor mij zwart zijn geel, groen, maakt me niet uit. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel, die vind ik vrij donker. Als het maar gratis is. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met die tunnels die je bij Schiphol hebt, dat is één bak van licht. Dan rij je veel veiliger. Ik heb helemaal geen tunnel te komen. Ja, dat is een beetje laat nu we de helft al af hebben. Zijn er misschien nog andere tips van de wachtende te krijgen? Doe je best. Probeer zoveel mogelijk op te bouwen. Op moeten schieten. En dat gaan we zeker doen. Volgende maand weer meer wachtende. Opschieten dus. Ik zal het ze doorgeven, meneer. Hoe belangrijk is de komst van de Sluiskeeltunnel? Welke invloed heeft de Sluiskeeltunnel, maar bijvoorbeeld ook de Westerschelde-tunnel, op de regionale Zeeuws-Vlaamse economie? Vandaag brengen we een bezoekje aan Hotel Hampshire. Dat lijkt verdorie Engeland wel. Hotel Hampshire ligt prachtig aan de kust bij Terneuzen. Dit is een populaire verblijfplaats voor medewerkers van de Sluiskeeltunnel die huis en haard door de week achter zich moeten laten. Kunnen ze dat wel aan? Wij verhuren natuurlijk kamers aan onze hotelgasten. En daarnaast hebben we ook twee restaurants en twee bars waar we maaltijden en dranken serveren. Meteen maar even vragen of ze blij zijn met de Westerschelde-tunnel. Ja, het is natuurlijk een connectie met de overkant. En het is eigenlijk al een stuk makkelijker geworden, bereikbaarder geworden voor zowel de zakelijke markt als de toeristische markt. En wat zal volgens u het effect zijn van de Sluiskeeltunnel? De verwachting is dat die meer business gaat brengen, omdat we nu een doorvoerstad worden van Rotterdam naar Antwerpen. Voorheen ging alles via Berg op Zoom richting Antwerpen.
Dus ja, wij verwachten wel dat veel bedrijven nu die in de regio zitten gebruik gaan maken van deze route. Nog even wat meer informatie dan? Wat heeft Hotel Hampshire precies te bieden aan al die huidige en toekomstige hotelgasten? We hebben twee hotels in Terneuzen. Een 4-sterren hotel, daar zijn we nu. En een 3-sterren hotel, dat is het City Hotel. Nou, daar heb je 54 hotelkamers, zwembad, sauna, 5 vergaderzalen. Natuurlijk schitterend uitzicht. En het City Hotel is over het algemeen hotelkamers. En daar zijn verder geen faciliteiten. Dat is een 3-sterren. Wel een leuke bistro en een gezellige bar. Klinkt niet slecht. En wie kiest voor welk hotel? Dus het is zo, het projectmanagement verblijft in het Churchill Hotel. Er zijn ook wat vergaderingen geweest van de sluiskeeltunnel hier in het Churchill Hotel ter voorbereiding. En de boormensen, de werkmensen, die verblijven in het City Hotel. Verschil moet er zijn. En hoe gedragen de medewerkers zich over het algemeen volgens deze medewerker? Het zijn hele vriendelijke mensen. Je hebt weinig last van ze eigenlijk. Ze hebben natuurlijk ploegendiensten, dus je ziet ze de hele dag door. Wat wel opvallend is dat ze heel de dag door ook gebruik maken van de bar. En dat is eigenlijk de grootste faciliteit waar we ze mee helpen eigenlijk en waar ze gebruik van maken, zo moet ik het zeggen. Proost! Wij gaan door met het beantwoorden van de vraag van de maand. En naar goede gewoonte is dat een vraag van u thuis. Wat heeft u altijd al willen weten, maar heeft u nog nooit durven vragen? Deze maand wordt de vraag gesteld door Meerten Dallinga. Ik ben Meerten Dallinga van Sluiskil. Ik heb een vraag aan de bouwers van de tunnel. Hoe brengen jullie de boor terug naar de andere kant? De tunnelboormachine bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Als eerste de boorkop, die wordt in grote onderdelen uit elkaar gehaald en die wordt per as terug over de brug achter me hier terug naar de bouwplaats aan de oostzijde vervoerd. De nalopers, de volgtrein van de tunnelboormachine wordt door de tunnel zelf teruggetrokken. En wanneer gaat dit plaatsvinden? Het grootste onderdeel van de tunnelboormachine, het graafwiel, wordt in één geheel over de brug vervoerd op 29 juni. Hoe gaat het vervoer plaatsvinden? De grote onderdelen van de tunnelboormachine worden op speciale vrachtwagens van Mammoet geladen en worden over de brug terug naar de bouwplaats aan de oostzijde gereden. Heeft u ook zo'n vraag? Aarzel dan niet en stuur hem in via onderstaand adres info@sluiskeeltunnel.nl onder vermelding van de vraag van de maand. En wie weet maakt u er wel kans op een uniek collectors item. En deze maand is dat deze hotelbel. Dit was het voor deze maand. Bedankt voor het kijken en de eerste vrijdag van juli 2013 zijn we er weer. Tot dan.